Oh, welkom mensen! Ik was helemaal niet door, want ik was bezig met een nieuwe kaasje-update. Yes! Hij is er! Op het moment dat ik dit opneem, is hij er nog niet. Op het moment dat ik dit opneem, wordt hij nu gemaakt. Want we hebben toch een fantastische nieuwe update. Het is echt ongelooflijk. Het is echt een goede update. Heb je nou kaasje nog niet gedownload? Ja, dan... Ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar download nou kaasje! Echt! Ja, het kan bijna niet dat je hem niet gedownload hebt, maar voor de mensen die hem al gedownload hebben, voor jullie nu ook eigenlijk, als je dacht van, ik ben klaar met de normale wereld. Goed fucking nieuws. Er komt een nieuwe wereld. Een nieuwe mokerwereld. En niet alleen dat. Veel meer in deze fantastische update. Vind je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Dat zou ik zeker doen. Dus ja, ik zou zeker even abonneren. Dames en heren, ik kreeg heel veel de vraag van Koen. Luister, kaas is leuk. Maar we hebben iets nieuws nodig. Een nieuwe wereld. Een nieuw iets. Zei ik, weet je wat? Dat is goed. Ik ga zorgen voor een nieuwe wereld. Een nieuwe mokerwereld. En het ziet er als volgt uit. Wat ik heb gedaan. Ten eerste 4 nieuwe mensen toegevoegd. 4 nieuwe mensen. Hartstikke idee. Boem en een wenk. Zie je het hier? Hanwee, Acid, Marije Zuurveld en Stefan de Vries. Hartstikke idee. 4 YouTubers. Fucking ziek. Dat jullie allemaal mee willen doen. Echt dikke, vette shout-out naar jullie. En Hanwee wil heel graag een ninja worden. Dus die heb ik een ninja gemaakt. Hartstikke leuk. Acid wil graag skaten. Dus ik ga zeggen dat hij een skateboard heeft. Dat was trouwens het idee van Roel. Shout-out naar Roel. Want de vorige keer had hij ook iets bedacht dat ik hem geen shout-out geef. Werd hij boos. Ja, dan Marije Zuurveld. Ja, dat is gewoon een vrouw. Ik kreeg heel vaak de vraag van Koen. Hoe dan meer vrouwen toe? We willen vrouwen zien. Nou, wil ik dat over het algemeen ook. Dus ik was het er helemaal mee eens. Dus ik heb Marije gevraagd. Marije wil erin. Marije was niet meteen helemaal enthousiast. Die kende het dus niet. Het was ongekend. Ik zei tegen Marije van Marije, luister, wil je een kaasje? Zei ze, huh? Kaasje. En ze schreef het zo als Cage. C-A-G-E. Cage. Dat ik dat zei. Hoe kan je nou kaasje niet kennen? Hoe kan dat nou? En Stefan de Vries, 25.000 kaasjes. We hebben allemaal 25.000 kaasjes. Geen mensen met geld zijn deze keer in. Alleen maar mensen die kan vrij spelen met kaasjes. Hartstikke lekkere. Voor de rest, het gouden kaasje wordt een 10 second timer bijgevoerd als het goed is. Want dan kan je zien hoe lang je bezig bent. De groene kaasje ook. Er ook een ding. En het wordt misschien een beetje moeilijker. Dat weet ik nog niet. Want hij is het nu aan het maken. En een rood kaasje had ik gevraagd. Want dan gaan er 5 kaasjes van je score af. Maar hij weet niet zeker of, of dat kan. Of dat mogelijk is. Zou wel leuk zijn. Maar ik heb geen idee of het kan. Maar nu mensen, het allerbelangrijkste. De nieuwe mokerwereld. Het wordt een wereld. Ik ga het gewoon zeggen. Het wordt een rioolwereld. En ja, jullie kunnen het waarschijnlijk al straks zien. Want ja, ik kan het dus nu nog niet spelen. Want ik heb het nog niet. Maar het wordt een rioolwereld. En het wordt echt lachen. Er komen allemaal nieuwe itempjes in. En nieuwe power-ups ook die in de andere wereld niet zijn. Zeg maar, je hebt in de normale pasta-wereld. Zeg maar, met de hakbal en zo. Heb je, zeg maar, bepaalde dingen. En in de wereld van het riool heb je weer andere dingen. Dus dat wordt echt hartstikke vet. Hartstikke leuk. Hartstikke goud. Hartstikke fantastisch. Wat gaat het geintje kosten? Oh my lord. €1151. Hij wilde eigenlijk, had hij gezegd, van luister, Koen. Dikke vette huts. Ik ben er 12 dagen mee bezig. Zeg ik van luister. Toe, Jonen. 12 dagen vind ik te veel. Ik zei, is het possible to double the price? Nee, ik bedoel, dan in 6 days. Zei hij. Can it be 7 days? Zei ik, yes, dat is fine. Ik zei 7 dagen ook goed. €1151, mensen. Laten we maar betalen voor de Tourione. Onze grote held. Onze grote Tourione held. €1208 wordt het. €1208. Mensen, volgens mij is het gelukt. Hartstikke idee. Ja, ja. Hartstikke idee. Boom, bang. Lekker, lekker. Mensen, nu is het afwachten. En dan gaan we het zien. Hoe, ja, de Tourione het er verder vanaf gaat brengen. Ik kan nu niks meer doen. Ik heb namelijk betaald. Tourione, succes. De update is er. Gelijk weer een paar kleine dingen die niet helemaal goed zijn. Maar daar kom ik op terug. Over het algemeen zijn de reacties echt fantastisch. Ik ga het nu even spelen en even laten zien. De Tourione heeft er echt iets fantastisch moois van gemaakt. Echt ongelooflijk. Zoals je ziet, het is nu Nederlands. Nou, dat is wat je wil natuurlijk. Laten we zeggen, we gaan spelen met gewoon normale Koen. Want ja, er zijn dus de nieuwe items. Je ziet, Stefan, Acid, Hanwee en Marije. Hartstikke idee. Stefan wilde heel graag 25.001 kaartje zijn. Nou, dat doen we dan ook. Voor de mensen die zo vragen, Koen, waarom komt er licht van die kant en niet van die kant? Nou, die lamp doet even moeilijk. Dus die doet het even niet. Maar besef dit, mensen. Dit is dus een nieuwe wereld. Riool. Je hebt nu de pastawereld en de rioolwereld. Nou, laten we maar gaan spelen. Hartstikke idee. Een ongelooflijk dikke muis zit achter me aan. Dat is schitterend. En we krijgen gelijk de eerste power-up. Dat is een snelle muis. En dan ga je super snel. Ik moet zeggen, dit is echt wel een stuk moeilijker dan het normaal was. En je ziet ook die vlaggetjes. Die vlaggen zijn, zeg maar, checkpoint. En wat het, zeg maar, inhoudt, dan krijg je best veel de vraag van ja, Koen, zorg dat als je doodgaat, dat je af en toe kan kijken en door kan spelen. Je ziet een rood kaarsje. Jullie weten, als je een rood kaarsje pakt, krijg je -5 kaarsjes. Pak die vooral niet. We hebben hier een magneet. Dat is natuurlijk lekker. Dat magneetje zorgt ervoor dat we hartstikke idee. Boemende bam bam. Lekker de kaars op ons afkomen. Dat is alweer voorbij. Ja. Dit was even moeilijk. Pas nou op voor die rode kaarsjes, mensen. Pak nou niet die rode kaarsjes. De timer zit erin. Links nu. De timer. Hartstikke idee. Er zijn zoveel leuke nieuwe dingen. Het is echt fantastisch. Het is echt leuk om te zien ook hoe de reacties zijn. Iedereen is fucking positief. Het enige probleem is dus met die dingen die je daar zag vliegen. Ik weet niet of jullie dat zagen. Waarschijnlijk wel. Want ik ben het namelijk aan het spelen. Dat als je daar dus met Acid of volgens mij Stefan doorheen gaat. Dat je, zeg maar, niet kan ontwijken. Aangezien die popjes te groot zijn. Dat wordt gefixt in de komende update. Dat wordt snel gefixt. Dus dat gaat de Tourione gaat er gelijk mee aan de slag. Dus dat zal binnen 1-2 dagen gefixt zijn. Dus voor nu is het, ja, dat even een klein dingetje. Een klein puntje van aandacht. Maar dus met die checkpoints is nu... Nou, je kan het gelijk zien. Je kan al doorgaan vanaf je laatste checkpoint als je dan een ad kijkt. Ik ga het nu niet doen, want ik was nog niet zo heel ver. Maar dan kan je dus, als je ver bent, heb je nog een kans om, zeg maar, te blijven leven. En dan ga je, zeg maar, door vanaf het vorige vlaggetje. Nou, dat is natuurlijk ideaal. Dus dat is lekker. Dus kijk nou lekker die advertenties. Hartstikke idee. Wat gaan we lekker. Ik wil nog even die andere power-ups ook krijgen. Er zijn echt 4 nieuwe power-up dingen. Dit is weer de snelle mokerkaasje. Dus even wennen, omdat je na die snelheid ga je ineens weer langzaam. En dat is wel even... Oh, ik ben een lul.
Heb ik een magneet? Heb ik rode kaarsjes? Nou, daar heb je ook helemaal niks aan. Oh jee, een muis. Die muis is ook zo mooi. Oh, wat schitterend. Ongelooflijk mooi. Weer het muisje. Hartstikke idee. Dat gaan we lekker snel. Zo pak je ook heel veel kaarsen. Omdat je, ja, best wel snel. Hier, we hebben de drol. Je ziet, dan ben je omgekeerd. Omgekeerd in het riool. En dan ben je zelf de muis. Dit is toch fantastisch? Ah, klote. Je kan dus blijkbaar ook twee keer op springen drukken. Dan moet je vooral niet doen. Dat is vooruit wat je niet moet doen. Je kan niet altijd trouwens opnieuw je leven krijgen. Voor mij kan het maar één keer met twee potjes. Dus je kan niet altijd. Dus, zeg maar, als je één potje zeg maar, bij twee doodgaat en bij twee kaarsen doodgaat, dan kan je wel een advertentie kijken. En die daarnaast je bijvoorbeeld op 10.000 zit niet. Dat is dan wel een beetje lullig. Maar ach, ja, kijk. Het leven is niet altijd koek en ei, mensen. Onthoud dat. Want gaan we lekker snel. Oh. Oh nee, ik pak het rode kaarsje. Dat is niks. Min 5 kaarsen mensen met rode kaarsje. Ontwijk nou vooral die rode kaarsjes. Oh. Zit ik niet op te letten. Er is zeker nog één ding. Die wil ik al even laten zien. De vieze. Ja, daar is hij. De vieze bromvlieg. Moet je kijken. Het is nu een soort Flappy Bird geworden. En ik moet zeggen, dit is soms best wel moeilijk. Zoals nu. Ongelooflijk. Mensen, ik wil je highscore zien. Stuur de highscore naar mij op Instagram. Mijn Instagram is Koen. K-O-E-N. En gaan we even snel kijken naar één video. Want hier is iemand. En dat vind ik wel leuk. Die heeft dus zeg maar nu al een video gemaakt over de update. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Maar ik vind het leuk om te zien dat iedereen zo positief is over de update. Dat doet me echt goed. Dat doet me echt heel goed. Dit is wel een update waar we best lang mee bezig zijn geweest. Dus om te zien dat mensen het echt leuk vinden is natuurlijk wel fijn. Zoals je ziet, we zitten in kaarsje. En vandaag is een nieuwe update. Ik ben echt helemaal hype, joh. Hij is hyped voor een nieuwe update. Yes! Zoals je ziet, we zijn naar het Nederlands gaan. Hier is dat om te spelen. En ik ga voor het eerst kijken. Zo, hij heeft elkaar zo'n 39.000. Die is er goed voorbereid. Jee, ik ben echt benieuwd. Hij is echt benieuwd. Oh, maar hij is zuurveld zit erin. Goed, dat hij zijn camera switcht trouwens hierheen. Sterk, goed gedaan. Hanwee, of Stefan, en is het? Stefan, de Vries. Ja, inderdaad, ja. 5001 kaasje. Oh, het riool. Hij is helemaal blij. Oh, we gaan met een riool. Oh, let's go. Oh, we gaan een potje in het riool spelen. Zit een muis achter. Premium Koen, heerlijk. Doe. Hij is helemaal kwijt. Oh, dan kan je doorgaan. Oh, je ziet, wat is dit? Een magneetje, hartstikke. Ja, kijk, alles meteen wel lekker mee. Rood kaarsje. Nee, pak ze nou niet. Hij pakt de rode kaarsjes. Ik wil een rode kaarsje. Oh, oh, pak nou nooit de rode kaarsjes. Holy shit. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Kijk, deze dingen komen dus niet onderdoor. Met die Ezit en Stefan volgens mij. Zeker niet met Ezit. Die is gewoon te groot, want die heeft een skateboard. Ezit zit op een skateboard. Maar dat wordt gefixt. Dit is zo mooi. Kijk dit. Holy shit, ouwe. Oh, hij valt er in het riool gehad. Oh. Wacht, we gaan nu even eerst alle poppetjes kopen. Ja, dat we andere poppetjes kopen. Gaan we met Stefan spelen? Hier, kijk, dit is zo goud. Kijk nou, een salto. Nee, joh, dit is ziek. Wat fantastisch dit. Hanwee. Hanwee zei, ik wil een zieke ninja worden. Nou, dat is nog wel aardig geluk, denk ik. Wat mooi. Kijk dan lekker spelen met Hanwee. Hartstikke idee. Lekker zeg. Oh, dit? De vlieg. Oh, dat is die... Oh, wat? We gaan met Marije even spelen. Drie, hij gaat spelen met Marije. Vind ik een beetje smerig. Kijk Marije lekker rennen. Hartstikke idee. Eindelijk voor de vrouwelijke kijkers. Ik heb naar jullie geluisterd. Er zit weer een vrouwelijk poppetje in die met... kaarsjes kan halen. 15.000 kaarsjes en je hebt Marije. Hij doet met Ezit spelen, maar daar zit een kleine glitch. Ik hoop het hem krijgen. Dat zou wel kut zijn, man. Kijk nou, mijn skater. Dit is toch schitterend? Dit is toch fantastisch? Ik vind dit echt fantastisch. Oh, daar kan je dus wel onderdoor. Maar die andere lukt dus niet. Wat goed. Wat goed. Hier kan je niet onderdoor. Ik had die toch ingedrukt? Ja. Okay. In de normale wereld is dus de magneet is erbij, groene kaarsjes timer, goud kaarsen timer en de checkpoint. Maar voor de rest in de normale wereld weinig, voor de rest is niks nieuws. Alles nieuws zit in de nieuwe wereld. Als je bijvoorbeeld Ezit en Stefan nu hebt, die wilde nu al gaan spelen, kan je misschien beter nog even deze wereld spelen. Tot over, nou als je deze video kijkt, over 2 dagen is waarschijnlijk een nieuwe update. En dan kan je, moet je hem even updaten en dan kan je gewoon ook die andere. Dus dat komt helemaal goed. Komt helemaal goed. In ieder geval mensen, dit is een nieuwe kaarsje update. Geniet ervan, ga het lekker spelen. Enjoy it, er zit flink tijd in. Maar in ieder geval, ga lekker spelen. En dan zie ik je weer bij de volgende video. En ik zeg... later. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.